alles veranderd. Wat een wereld. Gisteren nog de bankomaat, vandaag de geldknip. De buren. De moskee. En het eten. Ons eten. Het verandert waar wij bij staan. Mosterd. Ketchup. Slasaus. Stukje makreel. Hoe zit dat? Mag allemaal niet meer. Lekker kroketje, vers vanuit de muur. En dan hou ik mijn mond nog over onze eigen frikandel. Gezond, luidt nu het parool. Maar het komt erop neer dat de barbecue zit in de achtertuin. Carbonaatjes. Korstjes. Maar dan met rauwkost. Vroeger was het rode kool. En gebakken bloedworst. Die vuiligheid. Ja, ja. Je at wat de pot schafte. Je had niks te klagen. En nu? De kleine man is de dupe. En dat noemen ze de vooruitgang. Wij van het midden- en kleinbedrijf eten altijd uit eigen bodem. Met niets erbij. Matigheid zit er mee. De klant kiest, de klant eet. De klant komt bij ons langs. Voor de gezelligheid. Niets kan ons scheiden. Dit is een vrije stad. Wij zijn vrije mensen. Cor en Koos beheersen de kunst van het binnenkomen. Beleefd. Welgemanierd en een tikje intimiderend. Alsof men als dokter een wachtkamer vol zieken bedrijft. Knikjes. Glimlachjes. De bril even recht zetten.
En dan? Recht op het doel af. Wat komt u hier doen? Mag ik dat even weten? Ik koop niks. Verdwijn. Honger! Wat zoekt u hier eigenlijk? Meneer Grote Korf hoeft niet bang te zijn. Meneer Grote Korf hoeft niet bang te zijn. Wij hebben nog nooit een snackbar overvallen. Wij zijn zelfs nog nooit in een snackbar. Zelfs niet voor de gezelligheid. Zelfs niet voor de gezelligheid, zegt Koos. Zijn jullie soms vegetarisch? Vegetarisch eten maakt doodsbleef. Geeft rood omrande ogen. En een ingevallen borstkas. Zijn wij vegetarisch? Ik niet. Zegt Koos. Ik ook niet. Zegt Koos. Wij hebben honger. En we doen een beroep op uw medemenselijkheid. Menselijkheid? Dat is een dure grap. Ik menselijk. Sorry. Cor en Koos naderen nu de tafel. Ze gaan zich voorstellen en hun beoogde gastheer van hun goede bedoelingen overtuigen. Wij zijn hier geen brandstichters. U kunt ons fouilleren. We hebben geen doosjes lucifers op zak. Of vaten brandbare olie. Nee, we hebben zelfs een handelsreiziger in en verkoop van... Een beetje medemenselijkheid. Een klein beetje van die Oud-Hollandse gastvrijheid. En... rusten. Alles. Ja, alles, geen vis. Nee, oké, okay, maar wel spuitjes. Ja, pak hem niet vast. En nu? Met die crisis? De zaken gaan slecht. De zaken gaan slecht, zegt Cor. Wij oriënteren ons op een andere bedrijfstak. Nou, je hoeft niet bang te zijn. Hier willen wij niet weg. Alleen, het regent buiten. Het regent buiten. Ja, buiten is crisis. Voorover het midden- en kleinbedrijf. Piet Krediet woont hier niet. Jarenlang mijn geld naar de bank gebracht. En nu? Allemaal weg. In een vloek en een zucht. Allemaal door die hoge heren opgebonust. Als dat zo doorgaat, waar moet dat heen? Wij storen. Nee, storen toch niet? Vraag Cor en Koos beleefd. Trek. Ja. Nou, een brood. Is er iets anders? Vraag Cor en Koos. Pijnlijk getroffen. Wat willen jullie dan? Wij zoeken een onderkomen voor nacht. Ach, iets eenvoudigs, dat is goed genoeg voor ons. Barbie schijf. 10, 2 schijven. Om 5 proberen om weg te lozen. Ja, maar dat konden wij niet serieus nemen vanwege de menselijkheid van die grote kop. Ik haal 2 schijven uit de muur, uit eigen voorraad. Oh. Kom, en Koos, bestel meteen. Lasje. En mosterd. Broodmaker. Ja, want dat is makkelijker voor haar. En wij, geen gedoe. Maar geen gedoe. En augurken. En augurken. En augurken. Geen gedoe. Maar geen gedoe. Ja, Cor. Jullie kennen mij. Waarvan? Cor en Koos kennen u van uw beste kant. Zoals u met uw vuist op tafel slaat en zegt: ophouden! En die had groot gelijk. Eindelijk is iemand die het zegt. Ja. Hij zegt het. Zo is het. Hij is moedig. Ja, precies. Ophangen, die brandstichters. Ik zeg dat in alle ernst. Nou, dat is ernst bij een schoon geweten. Ja, mijn geweten is schoon. Nou, dat kunnen ze in Haag niet zeggen. Natuurlijk is mijn geweten schoon. Het is helemaal niet zo natuurlijk, meneer Grootekor. Nee, in die vorige snackbar waar wij waren, daar werkte iemand die had geen schoon geweten. En daarom begrijp ik... Is die dan ook afgebrand? Ja, met man en muis tot een ander kant toe. Gevangenisdirecteur. Ik kon het nog zeggen. Wat voor een nut. Heeft schoon geweten. Heb je die woordelijk zo gezegd? Woordelijk. En heeft mij maar een elektrische stok. Woordelijk. Begrijpt u? God hebben ze ziel. Is die dood dan? Cor en Koos schudden zachtjes hun hoofd. De gevangenisdirecteur is met zijn elektrische stok verbrand. God hebben zijn ziel. Ja, ik begrijp niet wat hier blijft. Geef het bij de tijd.
Zit hij nou te lachen? Lachen is gezond. Lachen is gezond. Ja, vooral als je zegt kokkoos. Vooral als men op zoek is naar een slaap. Geen plaats, zeggen ze dan. Geen plaats, zeggen ze dan. Geen plaats, zeggen ze allemaal. Ook al is geen plek. Geen plaats, zeggen ze met hun bed. Voor een koos zoeken ga je geen bed. Klopt. Maar ze hebben geen bed. Oh nee? Hij slaapt wel gewoon op de grond. Ja, lekker. Oude wets. Maar... meneer de Grote Cor, niet zijn geweten zegt dat hij geen plaats heeft. Dan geloven Cor en Koos dat. Toch? Ja, man. Ja. Want wat moet er, waar moet ik naartoe met Nederland als de mensen van goede willen elkaar niet meer vertrouwen? De een verdenkt de ander van pyromanie. Kinderen, er is niets dan wantrouwen in deze wereld. Ik heb soms geen gelijk. Waarom gelooft men niet in het goede van de mens? U bent de eerste, hè, die ons niet beschuldigt. Van brandstichting beschuldigt. Nou, waar blijft die bij nou? We geloven nergens meer in. Maar alleen nog maar in geld. En de politie. Perfect. Oh, hé, de augurken. Ja. Smakelijk eten. Buurtvergrootkop. Hij bedoelt... wij handelsreizigers worden niet overal zo gastvrij ontvangen. Komt men in een chique gelegenheid... stel van achter iemand terug om de politie. Draait men zich om? Ligt men met een gebroken jukbeen in het tapijt? Met een rotbeen als men zo sterk is. Proost. Onverdraaglijk. Iedereen is wel bang voor iemand. Maar daar kan iemand niets aan veranderen, meneer. Nou, maar ik begrijp het wel. Kijk maar eens hier. Snackbar, de grote bak. Afgebrand. De gevangenis in de as gelegd. En alle straten ertussen. Het oude liedje. Altijd hetzelfde. Daarom lees ik nooit een krant meer. Altijd hetzelfde. Oude liedje. Vader, ja? Alles op. Al iets frisser. Anders nog iets? Nee, perfect. Mosterd is mijn lievelingsgerecht. Meneer Grote Kop, de deurwaarder is aan de deur. Ik ben niet thuis. Wat is er voor u? Ik ben niet thuis! Voor niemand niet! Kamerad! Laat die de hoge heer in de Haag maar eens een brief gaan brengen. Dat zo'n man zomaar over straat kan. Vroeger gooiden we hem in de gracht. Holland is Holland niet meer. Al die buitenlanders. Moord en brand in de stad. Je denkt dat de politie komt, is het de deurwaarder. Ik ben niet thuis. Vandaag niet, morgen niet. Ik ben er nooit. Geef niet hoor. Dit is uw eigen huis. Smaakt het een beetje? Ja, maar die bamischijf zou het iets minder zuur hebben. Dat brood, hè? Dat is brood van gisteren. Maar wel een goede combinatie. Brood en bami? Nee, ik bedoel het. Een combinatie van een schoon gewicht. En medemenselijkheid. Dus jullie vinden mij geen onmens? Gewoon een koos voor dit hoofd. Zij vinden van niet. Maar... mijn vrouw doet het van wel. Meneer, ik maak niet in de voorraad. Jullie kunnen daar geen macht van slaan. Hey! Lekker aan de wet, hoor. Denk geen geluid. Geen herrie. Niet niezen, niet snurken, niet hoesten. Mijn vrouw is hartpatiënt. Even controle, liever. Van wie is die roestige tender die buiten staat? Ik ben maar half doodgeschrokken. Meneer, even voor de goede orde. Die
geen brandstichtjes. Wel, neem die grote koord. Hoe komt het daar? Ik ween, opbloemen in de knop gebroken. Om mijn hart, dat zal werd misverstaan. Mijn man, grote koord, ik onmens, heeft mij beloofd dat hij het hele huis controleert viel. Ik ben hem heel dankbaar, anders zou ik de hele nacht geen opzicht moeten zeggen. Schoon geweten. Veilig slapen. Wie maakt daar licht? In het hol van de nacht. Ik zeg het je nog één hele keer. Het zijn geen brandstichters. En ook geen buitenlanders. Hoe weet je dat? Omdat ik het ze op de man afgevraagd heb. Mijn heren vragen, zijn jullie brandstichters? Ze hadden niet eens lucifers bij zich. Weet jij wat dat betekent? He? Jij met je brandstichters de hele dag? Je maakt me gek! En ondertussen gaan wij failliet! De deurwaarder! Schreeuw niet zo tegen me. Ik schreeuw niet tegen jou, ik schreeuw het algemeen! Beetje vertrouwen, Ietje. Dat blijft me zonder vertrouwen. Beetje menselijkheid. Ik moet naar de bank. Hoor, je bent veel te goed gelovig. Ik doe daar niet aan mee. We geven die twee nog buiten. En daarna gaan we op die tenden van ze. Weg met ze! We blijven beleefd. We willen niemand kwetsen. Maar weg gaan ze! We hebben zoveel genoeg problemen zonder die lui. Goed. Goed, ik vind het goed. Regel jij het maar, hè? Ik moet naar de bank.
Dat kan er niks mis van, hè? We zullen zien. Stromen
wel een vraag over sport. Er is iets dat ik u zeg moet. Heerlijk. Mijn favoriet. Hij zit al koffie. Dank u wel. En doe mijn les. Ik zal er niet langer omheen draaien, mijn heren. Dus we zetten maar gewoon Cor, Koos, jongens tegen ons. U wilt van ons af. U wilt ons lozen bij het vuil zetten. Nee, wat? Meneer Cor, jongen, zo zou ik het niet willen noemen. Waarom? Mevrouw Grote-Kooi, die denkt dat wij brandstichters zijn of buitenlanders. U heeft dat al gezegd, maar dat bedoel ik helemaal niet. Koos, mijn jongen, zou ik u willen krenken? Wie heeft het hier over brandstichters? Of over de tafel hier? Ja, ik weet het niet, smart. Neem het voor de mond, Kooi. Nee, daar gaat het niet over. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dat zei de directrice ook. Ja, Koos, we gaan maar. Maar dat heb ik toch helemaal niet gezegd? Kom, zo kunt u niet. Nou, neemt u nog koffie. Ik wil het helemaal niet kwetsen. Ik heb toch helemaal niet gezegd over smakken? Mevrouw, wat kan ik er aan doen dat ik geen tafelmanier heb? Er was geen warme moederhand om mij te corrigeren. En mijn vader heb ik nooit gekend. Maar het zou best kunnen dat ik het smakken van hem. Dan het leven. Echte leven, hè? De buiten, de kou, de honger, de regen. Zonder enige beschaving. Wat moet je wel niet van ons denken? We gaan... Waarheen? Naar buiten. Beweeg je. Ah, oh, god, god, god. Het geeft niet hoor. Wij zijn eraan gewend. Kijk u me niet zo aan. Directrice, het weeshuis. U heeft vast een moeilijke jeugd gehad. De jeugd, mevrouw? Mijn moeder stierf toen ik 4 was. Mij dan ook. Maar ik stuur het toch helemaal niet weg? Dat heb ik toch helemaal niet gezegd? Nou, kom jongens. U begrijpt me verkeerd. Dat is toch vreselijk? Nou, en nog een toosje. Waar zit u mij vooraan? Ik let helemaal niet op tafel. Meneer. Ieder mens stelt voor mij mee. Het was een misverstand. Excuses. Mevrouw wil ons helemaal niet wegsturen. Excuses. Mevrouw kent nog beter menselijkheid. Mevrouw wil nog iets zeggen? Ja, die paar mevrouw staan er. Oh. Mevrouw Grote-Kooi. Spreek gerust. Vrijheid. Wat ik eigenlijk wilde zeggen... Wat vind je dat nou nog, hè? Het hele menselijkheid. Iedereen, hè, die wijst naar Den Haag. Dat zegt Jeff ook altijd. Van Den Haag en die medemenselijkheid en van die vreemdelingen. Precies. Jeff, die kan het weten. Jeff is beschaafd. Hij komt uit Friesland. Precies. Tjemmesma is er achternaam. En Tjemmesma is ervan. Er zijn geen echte mensen meer op de wereld. De pietiteit is uit de wereld verdwenen. Dat zegt Tjemme. Waar zijn we? Tjemme? Wie is Tjemme? Tjemme is beschaafd. Tafelmanieren en zo. Ja, een cultureel ontwikkeld man. Hij werkte in de Schouwburg voordat hij afbrandde. Afbrandde? Ja, daar werkte hij in. Dan gaat er over dus. Er is iemand aan de deur. Wie dan? Man, man, wat wil die? Ik moet opnemen. Voor de deurwaarder! Ja, dat zou kunnen. Hij draagt een niet enig kostuum. Oh, dat is het.
geen krediet. Rotbank! Bank van buitenlanders! Geen begrip, geen enkel begrip. Cora, zo ken ik je niet. Blijf positief! Denk positief! Ik ga je cursus! Ik heb mijn hart! En een bakfiets. Verroest, dat wel, maar zwaar beladen. Weer is het nat. Weer zijn wij waakzaam. Waar niets is, ziet de angstige veel. Zijn eigen schaduw en die van Trion. En Tom, de angstige is blind. Blind omdat hij de hoop koestert dat zijn angst onwaar. En angst maakt moe. Slaap. Slaap gerust. Slaap gerust. Tot het laat te laat. We zijn niet meer te redden. Is de naam. Hij heeft honger. Hij komt van de deurwaarder. Is dat waar, meneer Chapp? Ja. Het is waar. En daarom ook ben ik in de gelukkige positie om dit te doen. Dat is minimaal 3 weken uit, sir. U weet, de antwoordens malen traag. En met enige goede wil kunnen ze tot bijna stilstand afremmen. Stoppen echter is onmogelijk. Ja, zeer juist. Stoppen kan niet. Maar, komt tijd, komt raad. Een oud vaderlands gezegd. Oh ja, de positie van de ondernemer is erg belangrijk. Medemenselijkheid, een nieuwe orde. Ja, maar voor medemensen. Niet voor vreemdelingen. Zijn we nu failliet? Nee, kort, doe iets! Ja. Doe iets lekker makkelijk iets doen. Meestal kiest men voor de vlucht naar voren. Ik zou graag de straat uitrennen, maar waar naartoe? Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat u moet moderniseren. Een snackbar. Modern. Moet ik mijn balieschijven gaan pimpen? Sorry, maar ik zie het niet voor me. Een nieuw product. Daar gaat het om. Goedkoop inkoop. Duur verkoop. Daar zit de winst. U kunt het van me aannemen. De trotfabriek van Kleintjes is ermee groot geworden. Kleintjes? Ja, een hele grote fabriek. Ja, toch die afbranden. Iets nieuws. Dat klinkt interessant. Maar
wat had u dan in gedacht? Gebakken bloedworst. Nou, is dat goedkoop? Ja, goedkoop kan niet. Dan doen we dat. Ja. Gebakken bloedworst. Een nieuwe burger. Een stevige plak gebakken bloedworst in een knapperig laagje paneermeel. Voor maar €2 en... Ja, hoe gaan we doen? De grote Korburger. De grote Korburger. In neonletters. Alleen de naam al betekent succes. Ik ruik het geld al. Ik hoor die munten al rinkelen. Leven en nieuwe. Ja, nieuwe burgers als een redding. De orde in orde vernieuwd. Nou, ga meteen even pakken. Je kunt het niet proeven. U ruikt het geld al, zegt u. U hoort de munten al rinkelen, zegt u. U heeft gelijk. Wat? U bent op de bodem van de put beland. Vlak naast de afvoer. Volgens de meest moderne economische theorie is op onze wereld alles in overvloed. Vloed. Vloed. Geen beweging. Die man die is een genie. Hij geldt alles als water. Vloed en water. Geld moet dus laten stromen. En hoe stroomt het dan? Juist van hoog naar laag. Hieruit concludeer ik het volgende. Alles aan de top, net zo, de top van de ladder, zal het geld naar beneden zien stromen. De elite zal ze geen raad weten. Waar zij wonen is binnenkort geen geld meer. Het geld stroomt onder de af. Het zoekt een weg naar beneden. Het staat maar ergens linksaf. Of rechtsaf. Het stroomt wel eens ontwikkelingsland binnen. Komt er dan aan de andere kant weer uit. Op weg naar beneden. Op weg naar het zwarte gat. Waar bevindt zich dit zwarte gat wel nu? Het zwarte gat is de bodem van de put. Al wie op de bodem van de put zit, loopt vanzelf binnen. Denk aan het voorbeeld van de VS. Uncle Sam zit daar beneden met zijn jaszakken wijd open. Het geld loopt vanzelf in. Mijn advies, doe ook zo. En meneer Grote Kor, u bent goed bezig. U zit ook op de bodem. Doe nu zakken nodig. En laat het geld erin rollen. Wees niet zo angstig. Doe niet zo bleu. Het zwarte gat maakt u rijk. Al uw problemen worden vanzelf opgelost. Ze verdwijnen. Als sneeuw voor de zon. Ja, ik weet het niet. Denk aan je cursus. Kans op benutten. Ja. Kans. Nieuwe burger. Het zwarte gat. Ik ben de nieuwe burger. Ik ben de nieuwe burger. Water. Waar komen die water vandaan? Wat moet dat hier? Mijn heren Cor en Koos. Hoe komen die vaten in mijn voorraadkamer? Ja, Koos. Hoe komen die vaten hier? Waar komen die vaten vandaan? Deze vaat. Ja. Uit de winkel. Nee, dat is een goed. Vraag, waar komen die vaten vandaan? Bij de ziekte, zegt hij. Hij zegt, al een miljoen. Ja. Hier staat. Made in China. China, Koos? Ja. Dat is toch buitenland?
je dan niet, Koos? Dat de man van het huis is mijn eigendom. Als huiseigenaar wil je weten hoe je eigen huis... Precies, Koos! Eigendom. Verantwoordelijkheid! Omdat je je mond niet opengedaan hebt. Altijd die verlegenheid van je. Altijd maar zwijgen. En dan vind je het gek dat de mensen je eruit gooien. Och, een blik eruit. Niet zo snel. Koos. Het spijt me van die vaat. Wat zit erin? Iets voor je haar. Iets wat mannen erg lekker vinden. Een soort haarwater. Nee, bijvoorbeeld of frituurolie. Of allebei. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Dus, onder de armen. Onweerstaanbaar. Hoeveel zijn het er? Nou, weet je, kijk, Koos heeft zich een beetje vergist. Hij dacht dat het voorraad rond 10 of 12 was. Maar dat is niet zo en nu staat het vol. Mijn schuld, mijn schuld. Koos, jongen. Hier zou een ontruiming zijn. Wie heeft de verantwoordelijkheid? Ik verdeel hoor de schuldeiser. Deze persoon is de huiseigenaar. Ja. Uw verantwoording. Wat zit er in die vaten? Wie? Ik? Ja, u. Als ik zo vrij mag zijn. Haarwater. Voor mannen. Deodorant. Voor mannen. Maar dan met hormonen. Hormorant. Of zoiets. Onweerstaanbaar dankzij het X-effect. Ah, die rotzooi. Heeft u verder nog assistentie nodig? Nee, dank u, meneer hier, toont zich uiterst coöperatief. Dan heb ik de heer nu. De groeten. Het is een grote kor. Lees jij maar die krant? Bij het ontbijt? Of bij de lunch? Zo'n krant die je helpt betekenis te geven van het alledaagse nieuws? Zo'n krant die je bij de les houdt. Al wie zonder is, weet niet meer wat er onder zijn eigen dak plaatsvindt. Die kent zijn eigen huis niet meer. Groot loopt achter. Het is altijd oud nieuws. En altijd hetzelfde. En in mijn eigen huis ben ik de baas. En ik ken mijn huis. En ik ben nergens bang voor. Weet jij dan niet wat er in je eigen stad gebeurt? In je eigen buurt. In de straat. Waar je woont. Iedereen is bang, grote kor. En ik niet. Jij bent de enige. Vaten, vol brandbare deodorant onder jouw dak. Brandgevaar. Wat gaat jou dat aan? Wat bemoei je met je eigen zaken? Het is allemaal onschuldig. Ik ben onschuldig. Is dit een kruisverhoor? Jij hebt toch een schoon geweten, grote kor? Ja. Heb je ook een brandblusser in huis? Als de eerste rook zich ontwikkelt, dan moet je er snel bij zijn. Boris, dit is een vrij land. Ik ben een vrij man. En ik kan doen en laten wat ik wil. En als ik ervoor kies om niet na te denken, dan is dat mijn goed recht. Ik ben geen dokter anders. Als ik niet wil denken, dan doe ik dat niet. Begrepen? Dit is een vrij land. Ik ben een vrij man. Dat is het heiligste der heiligen. Daar kan geen brandweerman tegen op. Je moet niet meteen het ergste denken van je buurman.
Waar moet dat heen met al die argwaan in de wereld? Dat valt toch niet mee te leven? Ik wil gewoon in alle rust en vrede mijn burgers bakken. Dat is mijn leven. Dat is alles wat ik wil. En de rest... Ik ben het zat. De wereld is mijn verantwoordelijkheid niet. Je leeft maar één keer. Leven is te kort om de last van de mensheid op mijn schouders te nemen. Als ik mijn gewaardeerde gasten... Wat zeg ik? Vriend, al voor brandstichters niet houden, dan is het leven zoals ik het ken bij. Beetje vertrouwen, medemenselijkheid, moet je gewoon in je hebben, anders houdt alles op. Ik heb geen zin de hele tijd in angst te leven. Gisteren heb ik ze trouwens gecontroleerd. Ik heb aan hun deur geluisterd. Ze lagen me toch te snurken. Nee, die zijn de deur niet uit geweest. Trouwens, ze hebben niet eens lucifers. Toch ruikt het hier naar benzine? Ik raak niks. Tot de wijs dat je dan aan gewend bent. Ga je zo snel naartoe? Ik ga naar de kroeg in. Wie in veranderingen een grote gevaar ziet, dan in het gevaar. Staat machteloos. Krijg nog het gevaar. Goedenacht. En weltrusten. Die luie honden, die heb ik naar Gamma gestuurd.
voor poetskatoen, houtwol, aanmaakhoutjes, van die dingen. Klein spul. Voor de barbecue. Ah, dat is waar ook. Ik wil jullie uitnodigen voor het eten. Goed idee. Waar heb ik ze gelaten? Wat? De timer en de batterij. Oh, een elektrische trekker. Ja, heb ik nog wel voor jullie. Altijd een heel gedoe, hè, op tijd opstaan. Nou, het is niet voor het... niet voor het op tijd opstaan, maar wel degelijk voor het... Word wakker gevoel. Ja, vrolijkheid voor alles. Ik beleef genoegen aan mijn werk. Arbeidsvreugde is heel belangrijk voor me. Heb ik in de gevangenis geleerd. U zat in de gevangenis? Maar ik ben toch doorwaarder? Ja, zeker. Heeft kom je dat niet verteld? Nee. Nou, u twee. Wel, nou, heel mondvol over het weeshuis en de directrice. Tragische jeugd. Dat geklets. Alsof ze dat interesseert en feitelijk informatie zeggen, geven. Hoor. Even in vertrouwen, even tussen ons. Zit er nou echt benzine in de vracht? U vertrouwt ons niet op ons woord. Zegt u het maar recht in mijn gezicht. Wie denkt u dat wij zijn? Ik heb het gevoel voor humor, hè? Maar u heeft een manier van grappen maken die nog gewoon. Heb ik mij aangeleerd? Wat? Humor is de op twee na beste vermoeding. Zo kan men de waarheid weglachen. Op één na beste misleiding is het beroemde sentiment. Weeshuis, nieuw jeugd, enzovoorts. Maar allerbeste misleiding is nog steeds de vertellen van de naakte waarheid. Die is zo ongeloofwaardig dat de mensen haar voor humor verslijten. Maar waar blijven korrelkoos? Ze zijn toch niet betrapt? Niet iedereen heeft zoveel gevoel voor humor als ik. Tja,
Het is de helft van het werk om de juiste persoon uit te zoeken. Maar uiteindelijk maakt het niet uit, met of zonder gevoel voor humor, ze gaan er allemaal aan. Ze gaan er allemaal aan. Wat bedoelt u daarmee? Zei ik ze? Ik bedoelde natuurlijk. We! Wat zit hier bleek? Wat is aan de hand? Ach, die afgrijzelijke lucht hier, hè? Absoluut vol. Ach, ik ben eraan gewend. Ja, nou. Vanavond eten we samen, allemaal. Vanavond. Heel goed. Waarom? Omdat we er morgen niet meer zijn. Wat schat erop? Patat, de nieuwe Korenburger, rode kool, appelvlam. Tot vanavond. Afgesproken? Afgesproken. Hand op! De man is onschuldig, zou je niet denken? Geen aanleiding om de pompen te bemannen. De slangen uit te rollen. De motorwagen uit te rijden. Hij is toch onschuldig? Je mag iemand pas veroordelen als er een onomstotelijk bewijs is van zijn schuld. Tot dan, die zijn net zo onschuldig als u en ik. Zo hebben wij dat afgesproken. Geen aanleiding om de waterdruk op te schroeven. De brandpaaltjes te controleren. De zuurstofmaskers te pakken. De ladders klaar te zetten. De nooduitgang te ontgrendelen. Nee. Doe rustig. Bewaar uw kalmte. In geval van nood dient u de ramen te sluiten. De radio aan te zetten. En onder de keukentafel plaats te nemen met een pannetje vers getapt water. U kunt dat thuis. Rustig in de volle nalezen. Cadeautje van Tante Pos. Weer van die rotbak. Snappen ze maar niet aan de pees. Bier of wijn, meneer Grote Kop? Of cola? Doe maar bier en cola. Kijk het schort uit. Doe maar iets van rietje aan. Oud bloesje of zo. Net of je familie bent, snap je? Tafelwaken? Gebruik het servies uit de picknickmand. Dat met die schotse ruitjes. Helemaal goed. Fles open. Servetten. Ben je gek geworden? Nou, doe toch maar niet. Geen geschikte bloesjes vinden in de kast van die vrouw. Is dit ook goed? Trek op de vriendelijk uit! Nog eens even. Het moest van hem. Geen moeilijke doel. Onze vrienden moeten zich thuis voelen. Ik loop even naar de papierbak. Wat flik je me nou? Geen aanmaakhouders. Geen poetsen. Hoe zit dat? We hebben slagnamen door de politie. Alles wat brandbaar is. Je moet zelfs een vergunning hebben van poetskatoen. Ja, en zonder vergunning word je gearresteerd. Politiestaat. Dat is het hier. Politiestaat. Jezus, roze haaruitval nog altijd.
hebben nu tenminste lucifers. Ik denk, we hebben geen lucifers. Nee, ook dan. Gewoon even vragen. Een negen vraag. Aan hem? Ja, aan hem. Aan wie anders? Eens kijken wat een stof is. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar zolang ze hier zitten, kunnen ze niks doen. Zolang ze zich hier volstoppen, zijn ze zo onschuldig als passen voor een kind. Brandstichters? Vermoedens van deze. En ik vraag u. U, bent u vermoedens? Dat zou u in mijn plaats doen, hè? Ja? Oh, ik moet op tafel komen. Faillissementen, geschoon geweten, failliet. De oude beste cafetaria, failliet. En toch, ook daarboven is een snack waar onder Rubiga. Ook daarboven is een bakplaats, groeit heet. Mijn heren, in alle ernst. Wat moet dan met dat lontendappapier?
Ja! En met een stuk deur weg? Proost! Proost! Op onze vriendschap. Vriendschap! Hele open dag. Nou, ik zit vol hoor. Dat wou ik niet meer hoor. Kom, kom, niet zo beneden. Jullie zijn hier niet in een weeshuis. Dit. Dit bordje. Is. De schotenklas. Een. Culinair. Hoogstandje. Een vijfsterrenworst. Ik ben blij dat te horen. En een stevige pot bier. Het enige wat je mist is een servet. Je hebt hem toch in huis? Zie je nou wel? Ja, haal ze maar even. En net zei je... Haal ze nou maar. Ja, en de tafelzilver misschien. Nee, wacht even. We zijn hier niet in het beest. Ja, haal het ook maar even. En trek meteen iets leuks aan. Het is feestelijk. Ja, wel, edele heer. Dat was mij niet kwalijk heen, mevrouw Potekort. Als je net als wij maanden in de lik gezeten hebt, zonder enige vorm van cultuur, dan is een servet zo'n enorme opluchting. Hoe moet ik nou eigenlijk? Zat hier wat in de lip? Zulke dingen zeg ik toch niet? En waarom dan wel? Ik werkte in een bioscoop. Dat ging goed. Plotseling werd ik verwisseld met een brandstichter. Een identiteitsprobleem. Politiestaat. Deur ingetrapt. Van bed gelicht. Politiestaat. Zijn! Mijn nicht moet naar mijn werk. Zij zei, uw werk is zojuist afgebrand. Afgebrand? Zomaar! In de ochtend. Ik zei, nou, dan heb ik wel even tijd voor u. Er was niets meer van over. Rokende puin van geblakerde balk. Ik zag vanuit de arrestantwagen. De zwokbier. En toen kwam de wachtkamer van het bureau van het eentje tegen. Zij zaten met een handboeien te spelen. Dat was lollig. Toen vroeg hem, met u de brandstichter? En toen kwam hij een sigaret uit. Heeft hij, nee dank, ik rook niet. En ik heb ook geen lucifer. Emma! Ah, die vingers! Dag Tina. Ga je morgen wat nog mee vissen, grote ja, doe jij wel tijd. Een borstje en een biertje. Nou, dat moet ik zeggen, nee. Heb jij het al gehoord gehad? Nee, ik hoor de laatste tijd niks meer. Nee, zij failliet! Politiestaat! Kijk maar een check. Er staat niks voor zijn papiertje. Er werd al 20 van verscheurd. Ben pas failliet. Je bent pas bankroet. Je bent pas bankroet als... Hetzelfde zo gemaakt. Je bent pas bankroet
als je de stem van je geweten niet meer hoort. Een ander soort faillissement bestaat niet. Nou, ik weet het niet, maar ik ga morgen vissen. En jij? Ja. Geen gelul aan je kop. Eén met de natuur. Ja, met je natuur. Dooie vis is de natuur. Nou, de laatste tijd is alles een dooie vis, hè? Niet zo zonder. Kort. Koos. Volgende zaak een beetje op. Cor, doe jij ons alleen dat ene dingetje? Nou, ik heb geen lucifers. Doe wel een ander maar, met dat tafel. Oh ja, oh ja. Ooit waren die twee de meest geliefde komieken van de theaterkanserij. Dat is het helemaal niet van. Maar ja, die zijn alle opgerond. Speelden ze dan? Ze deden een fantastisch spokenummer. Fantastisch! Nou, die zien er ook eng uit. Ach, nee. Johnny? Zij zwoegen de schouder bovenuit. Ons op moest. Voor het afbranden. Vreemd. Hang jij eens op met het afbranden de hele tijd, zeg. Nou, kan die nou? Nou, begin maar. Grote kor. Grote kor. Grote kor. Grote kor. Grote kor. Wij roepen je vanuit de diepte. Grote kor. Wij roepen je. Prachtig. Wat een tekst. Grote kor. Vanuit de diepte. Grote kor. Vanuit de diepte. Grote kor. Ja. Nou, kan ik jij vragen? Wie is daar? Ik? Ja, jij. Anders kunnen ze niet ver. Grote kor. Wij roepen. Wij roepen je. Vanuit de diepte. Wie daar? Kom maar binnen. Nee, je moet zeggen wie is dat? Grote kor. Hoor je ons niet? Oké, wie is daar? Ja. Misschien is het wel de dood? Nee, niet de dood. Dan liever de belastingen. Ja, of de geest van gisteren of morgen uit de kerstmel. Of de stenen gast. Weet jij veel. Grote kor. Wie roept daar? Ga door. Bokito. Bokito, grote kar. Wie ben jij dan? Failliet! Ja, en dat soort dingen. Waar zit je verstand, man? Ik wist even niks anders. Sorry, het spijt ons. Onze welgemene excuses. Op mijn eer, hoor. Het is maar toneel. Nee. Maak zich daar maar niet druk om. Waar is dat alles? Ik neem een beetje. Hier, Tinus, morgen vissen. Ja, lekker vissen. Ja, failliet of niet? Vis is altijd prachtig. Dan geniet je van het leven. Ja, genieten. Ja, van het leven. En van je worm. En je dobber. Ja, dan word je niet gevangen, dan ben je vrij. Zullen wij nog een dansje doen? Iets uit Tirol of zo. De jodeltvis. Ja! Hij erin de rozen waar niemand op kon ozen. Hij erin zich nooit vergist. Hij denkt, jodeltvis, Jolé, Nou, meneer, dat valt hier.
Ze doen dat meestal wel. Brand! Brandstichters! En Schaijard nog even geel. Lokken de brandweer met een kleine brandje aan de achtermuur. Later, als de hel werkelijk losbarst, kunnen ze naar hun kop niet keren. Nou, even geen grapjes, ja? Geen onzin. Kijk nou wat je doet. Mevrouw ziet lijkbleek. Mijn heer, het is tijd. We moeten gaan. Helaas. Het is hier erg gezellig, maar onze plicht, het vaderland roept. Die koffie voor iedereen. Even in alle ernst. Mijn vrouw ligt aan de hart. Er is even geen grapjes meer over de brand. Maar wij maken helemaal geen grapjes, meneer Grote Koor. Wij zijn echte brandstichters. Waarom wilt u dat niet van ons aannemen? Deze snackbar is namelijk zeer gunstig gelegen. Top locatie. Het middelpunt van de set. Brandpunt. Hoort u. Nu brandt de vijfde bouw van de om u heen. Zo'n kwijtlijn van een rode las. Vloep. Wegmoskee, buurtheater, islamitische school, concertgebouw. Nooit meer last van. Holland mag weer Holland heten. Half op het hart. Is niet waar. Waarom niet? Jullie zijn mijn vrienden. Daarom juist. Waar gaan jullie heen? Het is de hoogste tijd. Maar ik zweer jullie, ik zweer bij onze lieve Heer. Ik geloof helemaal niet in God, net zoals jij Koor. Jij Koos. Grote Koor, je kan nog lang zweren. Ja, maar jullie zijn geen brandstichters, echt niet, dat kan helemaal niet. Chef, mijn vrienden. Dus, waarde vriend, jij gelooft niet dat wij de brandstichters zijn? Nee, dat wij Grieken geloven. Ik geloof niet. Bewijs het maar. Ja, hoe dan? Geef ons een doosje lucifers. Ja, een doosje lucifers. Ja, de onze die zijn op. Als teken van vertrouwen, Grote Koor. Een doosje lucifers graag. Lucifers. Ja, lucifers. Als er toch geen brandstichters zijn. Lucifers!
Denk jij nou echt dat brandstichters zelf geen lucifers bij zich hebben? Ietje, Ietje, waar zit je verstand, meisje? Zeer veel is zinloos. Maar niets is zinlozer dan deze gebeurtenis. Zij moet vele sterven, maar niet iedereen. En uiteindelijk veranderde zij niets. Dat was het transformatorhuisje. Wat iedereen al lang wist, gebeurt tenslotte toch. Het nimmer dus. Het is nog niet de laatste avond van het festival, maar morgen...